Ik heb de kaart al binnen, die heb ik hier. En de bloemen, ja, die ga ik zo meteen halen. Want ik laat het jullie even zien als dat allemaal wil. Hij is heel erg mooi. Ja, lieve vrienden, jullie zien me in mijn jasje klaarstaan. Ik doe mijn zonnebril nog op. Rijka heb ik al uitgelaten, ben ik alweer mee van thuis. Maar ik moet even naar een bloemist toe. En een niet al te leuk bloemetje moet bestellen. Een rouwboeket uit de naam van Karin Roderick en natuurlijk van mezelf. En dat moet ik ook zelf nog bezorgen, want anders wordt het pas vrijdag bezorgd. Zo druk is het, ja. Dus, treurig. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik weet niet hoe en wat allemaal. Ik hoop dat ik vandaag nog een keer terugkom hier op dit frequent. Loopt er ook eentje te zeuren met die wachtmaar. Dit zijn dingen dat gaat voor. Ja, en ze kan eten, dus er is boven genoeg. Maar ze wil niet naar boven. Nou ja, dat is een pech. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ook van het prachtig mooi weer. Het is wel koud, dus het kleed je wel goed aan. Vooral als je naar tochtige punten gaat of naar de kust of wat dan ook. Kleed je goed aan. Zoek de drukte niet op. Zoals gisteren. Ja, iedereen weer de drukte opgezocht in parken, etc. Foei, 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 foei. Gebruik je verstand. Ja, denk na voordat je wat doet. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder. Ik ga dat verder ook wel doen. En ik zou zeggen, tot later. Ja, hallo lieve vrienden, ik ben weer even retour. Ik heb, het is laat hoor. Het is 16 uur, 4 uur en ik heb net mijn lulspas op, ja. Haast, 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 haast en nog eens haast. De dieren hebben ook laat eten gehad, maar hun buikjes zijn ook vol. Ik heb de kaart al binnen, die heb ik hier. En de bloemen, ja, die ga ik zo meteen halen. En, kan deze erbij gestoken worden. En ook daar kom ik weer even mee retour hier. Oh, daar moet ik weer een foto van maken voor Karin. Dus dan kom ik wel weer even terug. En daarna breng ik hem zelf weg. Ja. Dus ja, lieve vrienden. Het is natuurlijk geen prettig nieuws als je zoiets ontvangt. En daarom doen wij dit weer terug naar de mensen waar het naartoe moet. Om hun dus veel kracht toe te wensen. Die hebben het wel verdiend. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik ga dat bloemstuk halen en dan kom ik wel weer even retour. En dan zien we wel weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben aan het vliegen en aan het draven. Althans, met de scootmobiel van hot naar her. Ik heb het bloemstuk opgehaald. Het staat hier vlak voor mijn neus op de grond. Ik laat het jullie even zien als dat allemaal wil. Hij is heel erg mooi, vind ik zelf. Ja, ik vind hem echt super. Hij is prachtig. Dat die ga ik wegbrengen met de kaart. De kaart die kan ik daar ter plekke er even tussen zetten. Ik zet hem voor de deur, ik bel aan en ik trek me 1,5 meter terug. Tot 2 meter en maak netjes een buiging en ik zal een praatje maken. Maar ja, daar ga ik echt niet vloggen. Nee, nee. Wil ik zelf ook niet. Kijk, gaat het om mij? Mag iedereen vloggen? Ja, ik heb wat, hè? Helaas deed ik het met mijn mannetje nog niet, anders had ik dat ook gewoon laten filmen. Maar het staat een film, ik moet hem enkel opzoeken. Het staat op zo'n dvd en als ik dat weer gevonden heb, dan komt dat ook wel weer goed. Maar oké, lieve vrienden, ik ga nu er vandoor om dat te gaan doen en te regelen en te condoleren daar. En ik spreek jullie straks weer. Doei! Hallo lieve vrienden, ik ben weer thuis, nog maar net. Ja, ik heb net nog een bak koffie gemaakt en ik heb Karin ook al even gebeld, maar die zijn zelf ook niet thuis. Ze zijn ook door tot boodschappen gedaan.
Ik heb dus dat boeket keurig netjes afgeleverd. Ik heb het keurig netjes op de grond. Ik had een rubberen voetenmatje voor een deur buiten. Daar heb ik het op neergezet, werd opengedaan en ik op aparte afstand gecontroleerd. En nog even gesproken met de mensen. Nou, hartstikke fijn even. Even steun onder de gordel, laat me zeggen. Hè? Hebben ze wel nodig. Gelukkig is de beste persoon niet overleden aan corona. Nee, gewoon een natuurlijke dood. Ja, corona is natuurlijk ook nou een natuurlijke dood. Maar ik een tikketje had het opgegeven. Ja, dan houdt alles op, hè. Ja, dan houdt alles op te bestaan. Als dat het begeeft, dan zegt het bekijk het maar. Maar oké, ja, ik heb nog niks gedaan voor morgen. Dat wil ik eigenlijk nog wel gaan doen, maar ik had mijn handschoenen niet mee. Dus ik verga nu van de pijn in mijn handen. Dat moet eerst even overwezen voordat ik eigenlijk wat kan doen. En ik zou eigenlijk vanavond, wat zou ik gaan bakken, maar ik heb geen zin. Ik heb er zit ook knoflookboter bij, geloof ik. Maar ik ga gewoon soepje eten met een broodje. Ik heb tomatensoep staan. Welke tomatensoep vraag je eigen af? Ja, vreemde tomatensoep. Ik heb het zelf nog nooit in, want dat was in de aanbieding. Dus ja, dan neem je het mee. Tomatensoep Toscaanse stijl. Gezien? Mooi. Dan gaan we eten. Broodje erbij, klaar. Ja toch? Ja. Dan maak ik morgen dat vlees wel. Ik ben nou de hele middag de hort op geweest. Eerst met Rijken uit. Toen naar de wc. Toen kaart gekocht. En een boeket besteld. Thuisgekomen. Kaart geschreven. Jullie laten zien. Karin laten zien. Toen weer terug. Boeket ophalen. Weer laten zien aan jullie en aan Karin. Oh ja, en ik heb van die persoon die jullie kennen, maar ik noem geen namen. Nee, dan krijg ik weer een blazen dat ik lul. Nou, ik lul er net heen tot en met, maar niet op die manier dat ze mij zwart kan maken. Dat doet ze dus wel. Ja, tegen ze zei, jullie kennen haar. Ze had ook mijn sleutels, ze heeft dikwijls opgepast op Frodo. Zij heeft mij een trap in mijn rug nagegeven, zowel hier in het real life, zowel op Facebook. Ik krijg nog geld van haar, €15, en dat wil ik terug hebben. Ze heeft vandaag een loon binnengekregen. Ik heb het nog niet, maar ik heb wel mijn sleutels. Daar ben ik al in ieder geval blij mee, want dan kan zij niet zomaar zonder toestemming in mijn huis komen wanneer ik weg ben. En daar was ik bang voor. Kan nou niet meer. Als ze moet gekopieerd hebben. Maar zo snugger is hij niet. Ik ben snuggerder. Ja, kom op zeg. Verdorie nog aan toe. Maar komt goed. Ja hoor, ik krijg binnenkort een telefoonnummer. Dat telefoonnummer ga ik bellen. En dan krijg ik mijn geld wel. Ja hoor. En nog even, ze heeft het meer dan een jaar. Mag ik wel €5 rente erbij op gaan rekenen? Kom op. Krijg ik €20 van haar. Wat is nou €15 om dat even... Ik leende het aan haar op een maandag. Ze zegt, hey, vrijdag terug, schat. Oké. Vrijdag? Nee. Volgende vrijdag? Nee. Wanneer krijg ik het dan terug, mijn geld, die €15? Ja, ik heb het nou niet. Ik zeg, zodra je geld hebt, ik zeg, dan heb je het toch. Ja, maar ik moet ook leven. Ik zeg, dan moet je iedere keer apart leggen. Ik zeg, want je kan wel lenen, maar ik moet ook mijn leven doen. Ja, ik ben gewoon overkwaad op. Heel erg kwaad. Ze bezuint ook rond dat ik een relatie heb. Met wie? Met een homo? Nee hoor, dat is gewoon een vriend, een lieve vriend die me ook helpt in de tuin. Hij is nou zelf ook wat ziekjes, dus hij mag niet bij me komen. Maar voor de rest, we zijn gewoon bevriend. En hij noemt Karin zijn zus, dus dan is het mijn zoon. Nou ja, qua leeftijd gaat dat niet op, maar doet er niet toe. Maar daar lach ik om, ja weet je, maar ik ben wel boos op de manier hoe zij het doet.
Ik ben zo diep teleurgesteld in haar. Ze is, nou, voor mij, ze is ver beneden pijl gezakt. Ja, het is niet diegene die ik kon, dacht te kunnen, laat ik het zo zeggen. Ze is heel laag gedaald, enorme waarde en respect. Ik denk dat ze het ook niet meer heeft. Nee. Ik heb nou ook bij haar voor de deur staan te schreeuwen. Ja, klik al een viswijf, ja. Maar het is me wel gelukt om die sleutels terug te krijgen op die manier. Had ik het niet gedaan? Ze wou ook niet eens iets open doen. Ze had er verstopt. Ja, ken je dat? Ik zie er op de bank zitten. Welaan, wordt niet open gedaan. Kijk weer, was de dame verdwenen. Ja, mooi. Een tijdje gewacht, wel aan het schreeuwen blijven. Kwamen al mensen kijken, wat is er los? Kwamen mensen thuis, die keken ook al. Ja, ik moet mijn geld terug en mijn sleutels terug. Ja, punt. Je komt waar je recht op hebt. Simpel. Maar in ieder geval, ze deed in eerste instantie niet open. Dus ik rijd om en ik kom weer terug. En dan zie ik er in een weer bezig zijn met te gaan zitten. Dus ik bel weer aan. Niet open willen doen. Ze doet open, check, zie je toch zitten? Maar toen heeft ze het raampje in haar deur open gedaan. Ik zeg, nou wil ik mijn sleutels. Ik zeg, en mijn geld. Nou, ze heeft de sleutels me toegegooid. Ik had ze zo wat op mijn hoofd. Daar. Ze is. Ja. Ze heeft een aantal X-operaties aan haar hersenen gehad. Ik ben bang dat de laatste niet helemaal goed is gegaan of zo. Want. Sindsdien is zij vreemden gaan gedragen. Dus ja, ik weet het niet. Aan de ene kant heb ik medelijden met haar, maar aan de andere kant, nou, waar is zij mee bezig? Om een ander zo zwart te maken, zo in real life, zo op Facebook. Ze moet er diep schamen. Ja, heel diep. En ik neem haar dit zeer kwalijk. En als je dit mocht zien, meisje lief, ik betreur het dat dit is gebeurd tussen jou en mij. Ja. En ik ga nog steeds erachter gaan om mijn geld terug te krijgen. Ik weet, jij houdt niet van vloggen. Je wilt niet op een film, maar je bent wel nieuwsgierig. Ja. Dus mocht je deze zien, dan weet je hoe ik erover denk. Ja, en je hoort... Noem geen namen. Nee. Want dat is strafbaar. Maar ik spreek je nog wel eens. Ook in real life. Ze zeggen tot dan. En lieve vrienden, ja, ik heb mijn hart gelucht. Moet ook kunnen. Ja, toch? Ja. Je hart moet je kunnen luchten. Maak van je hart geen moordkuil. Zo is het leven, toch? Ja. Maar ja, ik ga lekker aan de koffie. Ik heb koffie daar staan. Ik ga mijn computer aan doen. En ik zal aan het werk. Ja, en ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag en smakelijk eten, bon appetit. Ik ga straks ook nog een hapje eten, maar daar is me nog even te vroeg voor, omdat ik ook laat was met eten, met mijn lunch. Zal het nou wat later worden even met eten? Ja, met mijn dinner. Zo is dat. En Rijka, die heeft zich voorbeeldig gedragen. Ik heb er niet gehoord, ze heeft altijd tijd op het kleine kussentje leggen te slapen. Ik heb haar continu in de gaten gehouden. Ik heb ook de app af en toe uitgedaan om weer opnieuw aan te doen van, doe je het nog wel? Ja, deed het. Nou, lag ze gewoon op het kussentje te slapen. Nou, hoe lief. Ja toch? Is toch geweldig? Kleine meid, ze ligt nou weer op de bank en Ewe ligt op de bank. Hoe zalig is dat? En Kandel die zit buiten op het parkeerterrein. In het zonnetje te genieten. Zo fijn. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen... Geniet ze en ja, misschien tot vanavond en anders tot morgen. Ik zou zeggen, aju paraplu, doei!